Yes! Nou, in Freekicks gaan we elke week bij iemand eten in het vrouwenvoetbal. En Lee heeft vandaag het etentje geregeld. Het is zondagochtend, dus we gaan lekker ontbijten. Bij? Dat ga ik lekker nog niet zeggen. Oh, Kim en Eva! Kim en Eva hebben dus een hele grote hond. Misschien wel groter dan Freesia. En die moet altijd even mensen leren kennen. Dus dat doen we buiten. Maar nu is het goed, hè? Wat ben je aan het maken? Havermout pannenkoekjes maken en kimmetje de handen op de Klinkt echt als 24 Kitchen nu. Ja. Ik heb gisteren al de hele dag in de bank gehangen. Hé, hey, mogen wij het baby? En Goeie schakel! Ja, iedereen bij wie we nog gaan vreedkikken. Dit is standaard, dit is de norm. Wie van jullie is de beste fiche? Het is goed maar voor de jongen. Hoppa, terugkaart. Hoe wilden jullie nog vaker komen? Maar jullie, ja, jullie zijn wel anders. Ja, nee, hè? Maar eigenlijk hebben jullie best wel gewoon een rockbaan. Iedereen die bij jullie komt, moet wel opvrolijken. Om ze mee daar doorheen te helpen. Maar ja, dat vind ik ook altijd wel mooi om te doen. Ja, en dan het moment dat ze het veld te mogen meemaken, dat is natuurlijk ook leuk. Doe je dat netjes? Alleen omdat jullie doen. Lekker man. Welke goede vraag stelde jij nou net? Ik zei net, wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt? In je leven. Nee, in je kamer. Kim, Eva bedoel ik. Hij is niet bestemd voor de kamer. Wat is de ergste blessure die je hebt meegemaakt? De beenbreuk van Kika Fnes. Kika zit nu bij ons in de studio. Kika, we hebben toen wel wat meegemaakt. Ja. Dat been heb ik nog wel een paar nachten gevoeld. Niemand had zijn kop er meer bij. Nee. Roger deed het wel heel goed toen. Want die zag natuurlijk ook dat het heftig was. Die liep meteen het hele team bij elkaar. John, doe eens rustig. We zitten in een serieus gesprek. Dat was wel de heftigste waarvoor ik het veld in heb genoemd. Ja. Hier ligt dus... De prins himself. Ligt hij ook bij jullie in bed? Ja, in zijn hele eigen slaapkamer. Niet. Kijk maar eens, hij is bij de deuren binnen. Oh my god. Dit is Kinderhand. Dit is Jock's hand. Voor mij ging het om dit botje, maar die was ook goed. Die was goed. En hoe heet dit botje? Ja, dat moet je wel weten. Ja, het ging toen om het kapot. Eva, als je het nu niet weet. Natuurlijk weet ik. Dan word je ontslagen. Kijk, dit is Jock's nagel. Dat is wel ook heel raar. Nu probeer je de aandacht af te leggen. Ik heb toch gezegd. Oh, nog een keer. Het ging om het kapot. Wilde mijn nonnie niet zelf hebben? Ja, Kim had geen shirt aan. Ja, wel een shirt, maar niet. Kim had geen shirt aan en dan gewoon het veld. Ja, dit is wel echt veel te zoetsappig hoor, jongens. Okay. Ik weet niet of iedereen jullie nu nog serieus kan nemen. Social. Jullie doen eigenlijk nooit echt interviews of zo, of wel? Nee. We zijn de eerste die het ontdekt hebben. Dat we tweeling zijn. Nee! We zijn allebei in de klas zitten. Dan krijgen we nog wel een score. We gaan ook even met Rob Geus door de koek. Ja. Hier word ik niet vrolijk van. Heel gezond fruit. Een skeer. Bier. Ja, nee. Het is geen bier. Mama. Wat een drama. We hebben nu natuurlijk nog geen vergelijking. Jullie zijn gewoon door. Het was beter dan mijn ontbijt gisteren. Nou, tot volgende week. Doei!